En hallo mensen, we zijn hier weer bij deel 4 van Just Jump. Misschien vraag je je af waarom weer een Just Jump. Omdat ik ervan geniet. Ik vind het echt een keileuke serie. En daarom doe ik dit. En ik wil meestal, zeg je ook wel mijn Death Temple en Jungle Temple. Ik wil snel erin rushen. Ik wil gewoon jullie laten zien. En ja, dus ik probeer niet allemaal moeilijk te gaan doen. En dan gaan we beginnen. We beginnen al gelijk weer met de long jump. Die misschien overgeslagen wordt. Nou, verwacht de diamonds. Maar dan moet ik tot stage 61 wachten. Oké. Okay. Oh, een klein beetje laggy. Maar ja, we proberen het altijd toch nog die long jumpen. En dan is dit altijd een heel mooi moment als je de long jump haalt. Dat was door de lek. Dat weet ik gewoon. Oké, nu sta ik gewoon op. Kijk. Oh, daar gaan we weer op. Oké. Ja, ik ben een beetje meer aan denken dan doen. Oké, dus ik moet springen. Ik zei, ik moet springen. En ik krijg heel erg lek. En ik kan pist worden daarom. We gaan even kijken. Ik weet niet waarom dit opeens allemaal meer is en zo. Dat is waarschijnlijk iets van mijn broer. Maar geen idee. Heb dan Dick Tiny. En dan gewoon niet meer zeiken. En dan gewoon doen wat ik zeg. En dan komt alles goed. En die miste ik. Dat was mijn faal. Er was geen lek meer. Dat was gewoon mijn faal. Oké, ja. En dat was wel de lek. En hoppakee, we hebben het gehaald. Ik ga niet te lang op dingen zitten doen. Oké, je gaat me haten voor dit. Yep, ik haat hem. Fansparcours. Maar dan vooral ligt het aan dat het maar één klein oppervlakte is. Ik denk zo van, waarvoor ga ik je haten? Want ik lijk heel erg, maar waarom weet ik zelf eigenlijk ook niet. Het ging goed te volgen afleveringen. Dat was door lek, dus dat doen we zomaar weer. Misschien vraag je ook wel af, waarom doe je dan niet even een Let's Play aflevering? Nou, dat komt. Let's Play, dat zal altijd blijven en zo. En ik wacht eigenlijk meestal eerst op een reactie van even wat feedback krijgen van oké, dit kan ik nou gaan doen, dat kan ik nou gaan doen. Volgens Skygrid, ik krijg hem niet aan de lijn. Ja, ik stop even. Maar ik krijg hem niet aan de lijn, dus daar kan ik ook nog niks mee. Maar ik heb wel alle challenges opgezocht. Ja, dat boeit eigenlijk niet als je alleen naar deze serie kijkt. Maar kijk, ja, misschien wil je ook een keer naar andere series kijken die ik doe, dus misschien boeit het je wel. We zijn al bij aflevering 3. We gaan nou vol voor de challenges. En chestjachten zijn leuk. Maar uiteindelijk, oh, die is gemeen. En dan doen we het gewoon op mijn manier. Hoppa. Hoppa. Oh, ik ging bijna te verder. Hoppa, mijn manier. Mijn manier werkt heel goed. Dus, welke stage zijn we? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, bij fansparcours ga ik niet helemaal opnieuw beginnen. Want er kan een hele aflevering in zitten, totdat ik pas deze heb gehaald. Even kijken. Lek. Ik heb een hekel aan lek. Zoals denk wel iedereen. Ik weet niet waarvoor je van lek zou houden. Ja, dit zit echt in de weg. Dus ondertussen, terwijl wij dit spelen, zijn we eigenlijk heel parcours aan het slopen. Ja.
Oei, dat was niet de bedoeling. Oh ja, nu kan ik dat niet meer halen. Kan ik wel, maar ik heb gewoon geen zin in. Hoppa. Microfoon. In ieder geval, dat ding wat ik met de microfoon probeerde, dat lukte niet op te horen. Ja, dat hoorde je de hele tijd, dus dat ging hem niet worden. Dus moet ik gewoon maar weer wachten. Maar ik heb een hekel aan wachten, want dat doen we al het hele leven. Oké. Ik heb deze ik heb heel veel van de parkour gezien. En deze, ik ga proberen, maar uiteindelijk zal die waarschijnlijk geskipt worden. Want dit is een soort doolhof met venzen. Ja, doolhof met venzen is niet mijn ding. Nou, hupske, we zijn hier, hoppakee, hey, oké. Break. Miss. Oh, break. Oké. Ik snap hem. Of, wat bedoelt een pauze? Pauze, oké. Het is allemaal in Engels. Het is geen Nederlands. Dus even een pauze ingelast, blijkbaar. Oh my god, dat is zeg maar, dat is een soort van long jump. Is wel iets makkelijker. Maar dat is unable to locate sign. Oké, dat maakt dus helemaal niks uit. Maar dat is zeg maar drie. Het is gewoon drie wijd en dan eentje hoger. Het is wel makkelijker, maar uiteindelijk lijkt het net op een viersprong wat een long jump is. Wee. Kijk, net zoals deze, die moet ik dan wel. Ja, dat boeit me niet als je die niet kan locaten. Maar zo. Oh, ja. Damn it. Ik zou eigenlijk gewoon even heel veel. Nee, ik doe niks achter de camera. Oké, ja. Het is een professioneel camera. Nee, dat is dus niet. Mijn dingen faalden, dus die telt niet. La 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 la, die telt wel. Oh ja, ik ben nou even op iemand anders timer. En die valt tilt eruit. Dus moet ik even de hele tijd klikken. Hop, ja. Hop, ja. Hey, dat was mijn sprint die me faalde. Eerlijk als shit. Dus eigenlijk zou het betekenen niks dat dat juist niet eerlijk is. Oké, ik ben wel eerlijk. Nee. Ja. Oh. Nog een rage in deze serie. Ik rage iets te veel in de series. Nee, maar dat komt. Parcours heb ik zoiets van. Kom op, laat me nou gewoon halen, weet je wel. Oh ja, nu is het kapot. Daar kan ik niks meer mee. Ja, ja. Oh, upscape. Rage. Up. Nee. Ik heb hem gehaald. Jee. Even, ik moet nou even snel gaan klikken hoor. Het is zo heet. Uit dat stom ding. Nog 7 minuten. Hoe ga ik 7 minuten vullen? Misschien wordt het. Dat is het. Daar wil ik heen. Daar wil ik heen. Dat is stage 50. Wat lach jij? Oké, dit kan ik wel. In ieder geval, dan krijg je opeens zo'n super jump ding. En dat vind ik wel heel gaaf. En nou, je iets verder bent, hoor je niks. Ik weet niet of dat aan de tiny ligt. Ja, waarschijnlijk ligt dat tiny. Wow, ik weet niet of je hem nou nog kan horen. Ik hoop dat je hem nog kan horen. Ja, yep, ik ben gewoon even heel snel terug. Minecraft was helemaal gecrashed. En opeens is een heel helft van dit huis is weg. Het is nergens meer. Dus moet ik even daarheen. Ik hoop niet dat het hele parcours kapot heeft gemaakt. Maar het heeft in ieder geval wel al dat kapot gemaakt. Oh my god. Ja, yep, hier. Het is helemaal kapot. Want hier stonden die fansen. Defense.
We spelen even door en als het echt helemaal kapot is, moet ik... Ja. Maar wat aan gaan doen? Er komt nou een heel dik kind naar boven. Echt heel dik kind komt naar boven. Ja? Dus ik maak alleen dit parcours af en... ben ik klaar. Yep. Wow. Hop. Ja, nu, die is ook opeens verdwenen. Nu kunnen we... Oh, dat kunnen we ook al niet. Hierop is dingen verdwijnen opeens. Beast mode. Kijk. Kijk, parcours. Eindigen we. Oh ja, dans een appel. In ieder geval, cakewalk, oké. Okay. Stage 38. Dat is mooi. Of, nou. Oké, okay, daar zie je misschien nog. Ja, ik weet niet of je het ziet in een klein streepje. Maar hierbij sluit het op. Bedankt voor het kijken. Het was een iets kortere video, maar dat komt allemaal door een probleem. Minecraft crash en al. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie later. Houdoe.